Voorzitter, twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat de geurwetgeving mensen onvoldoende beschermt tegen stankoverlast. Overwegend dat er gemeentes zijn die bouwplannen hebben waarbij bewoners aantoonbaar in de stank zullen zitten. Overwegend dat het RIVM binnen de bebouwde kom een geurnorm hanteert van 3 odeur. Van mening dat een overheid mensen die hun geld investeren in een nieuw huis niet in de stank mag laten zitten. Verzoekt de regering bij de aangescherpte wetgeving voor nieuwbouwgebieden uit te gaan van de bestaande RIVM-norm van 3 odeur. En gaat over tot orde van de dag. Een vraag van de heer Geurts. Ja, dank voorzitter. Ik twijfel weer aan de verstandelijke vermogens van de heer Tjeerd de Groot als hij deze motie indient. Heeft de heer de Groot door dat dat betekent een bouwstop van minimaal 5 jaar, mogelijk van 9 jaar in Nederland? Realiseert de heer de Groot dat de uitwerking van deze motie aangenomen zal worden onverhoopt? Dat betekent nog meer onzekerheid voor ondernemers. Niet alleen in de agrarische sector, maar ook bij het MKB, als die een geurobject in eigendom hebben. En ik zou graag een reflectie van de heer De Groot op dit punt willen hebben, of hij dat allemaal in zijn overwegingen meegenomen heeft. Ja, voorzitter, die reflectie, want ik heb een tweeluikmotie, zal ik maar zeggen. Als ik de eerste motie moet je in combinatie met de tweede motie lezen. Die zal ik dan ook meteen even doen. Nee, we luisteren eerst even naar de motie. En dan wordt het u allemaal duidelijk, denk ik. Beantwoorden. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat wetgeving over geurbelasting aangescherpt gaat worden. Overwegend dat er sinds 30 jaar wordt gewerkt met een werkende meetmethode. Overwegend dat de geuroverlast door lokale factoren kan fluctueren. Overwegend dat langdurige blootstelling aan zware geurhinder nadelig gevolgen heeft voor bewoners binnen concentratiegebieden, verzoekt de regering de wetgeving zodanig in te richten dat in concentratiegebieden de norm van 3 odeur niet meer dan 20 dagen per jaar wordt overschreden en dat de norm van 14 odeur niet meer dan 10 dagen per jaar wordt overschreden. Voorzitter, en dat betekent dat als je natuurlijk in het landelijk gebied gaat wonen, ik woon daar zelf ook, dat daar af en toe mest wordt uitgereden. En dan denk je, het is voorjaar. Dat hoort erbij. Maar dit gaat ergens anders over. Er zijn nu kernen waar nieuwbouwplannen zijn, waar mensen structureel dreigen in de stank te gaan wonen. Op plekken waar nu nog geen huizen staan. En dan hebben we als overheid de mensen te beschermen tegen de overlast die er op dat moment is. En als ik u vertel dat daar nu locaties zijn waar misschien wel 8 odeur standaard is, dan zet je mensen dus structureel in de stank. En dat lijkt me als D66 onwenselijk. De Geurts. Ja, voorzitter, nog geen begin van een antwoord. Nog geen begin van een antwoord. Als je 3 odeur in de praktijk doorvoert, betekent dat in de praktijk een bouwstop van minimaal 5 jaar, zeker, denk ik, zelfs na 9 jaar. Maar dat heeft ermee te maken, als de heer De Groot dat niet begrijpt. Je kunt pas bouwen als je de geurobjecten hebt weggenomen. En als je dat naar 3 odeur terugbrengt, betekent dat gebied gewoon op slot zit voorlopig. Totdat er een oplossing is voor die geurobjecten. Ik begrijp echt niet dat de D66-fractie met deze motie komt die Nederland qua woningbouw totaal op slot zet. Of gaat u er gewoon vanuit dat die boer wel vertrekt of dat het MKB wel vertrekt omdat u het zegt, zeg, tegen de heer De Groot, via de voorzitter van deze Kamer? Ja, voorzitter. Dat zijn wel echt enorme grote woorden en dat zie ik anders. Er zijn plekken in Nederland waar op dit moment aantoonbaar stankoverlast is. Er zitten naar schatting 400.000 mensen in Nederland structureel in de stank. Jawel, de rechter heeft daarover gezegd, voorzitter, dat de wetgeving zoals die er nu is de mensen onvoldoende beschermt. Dus dit is weer een van die onderwerpen waar de overheid zelf niet aan de wetgeving houdt. En dat betekent dus dat als je daar ergens nieuwbouw moet gaan plegen, dat je dan als bestuurder de keuze zult gaan maken, moeten maken, dat je dan die mensen niet in de stank zet, structureel. Want dat is niet fijn om te wonen. En het is niet fijn om je hypotheek als jong gezin, je laatste spaarcenten in dat eerste nieuwbouwhuis te gaan zitten, daar lekker te gaan wonen en na een tijd te ontdekken, hé, het stinkt hier toch wel heel erg. Ik kan toch te vaak de was niet buiten hangen.
Waarbij ik erbij zeg, dat is de tweede motie, dat je natuurlijk niet in het buitengebied kunt wonen en verwachten dat het altijd die drie odeur zal zijn. Daar moet je ook een beetje flexibel in zijn, voorzitter. Maar voorzitter, nog een keer. Heeft de heer De Groot echt niet nagedacht, als je drie odeur wil doorvoeren, dat er gewoon echt een bouwstop komt? Gewoon een bouwstop in Nederland, totdat die geurobjecten weggenomen zijn. Heeft de D66-fractie dit niet in haar overwegingen meegenomen? Want het is een heel aardig verhaal, maar geen antwoord op mijn concrete vraag. Drie odeur, bouwstop in Nederland. Nou, voorzitter, ik ben blij dat de heer Geurts het aardig verhaal vindt, want dan beginnen we elkaar toch ook te vinden. Want hier gaat het wel om. Het gaat erom dat we de komende tijd in het landelijk gebied hele scherpe keuzes moeten maken. Die gaan over water, water- en bodemsturend, die gaan over stikstof. Daar zullen we dus ook zodanige keuzes moeten maken dat die nieuwbouw, die inderdaad moet gaan plaatsvinden, niet plaatsvindt op een plek waar je gewoon echt ongelooflijk veel stankoverlast hebt. Dat is gewoon, dat kun je de mensen niet aandoen, want dit gaat over het vertrouwen in de overheid. En de mensen moeten het vertrouwen erin hebben dat als je ergens gaat wonen, dat je niet structureel in de stank wordt gezet. De heer Haverkort. Voorzitter, dank u wel. En aanvullend aan de heer Geurts, ik ben van harte eens met het feit dat wat D66 doet hier onverantwoord is.